Wat is het nut van levensechte robotvogels? Dit is de Universiteit van Nederland. Wat is dit? Dit is de robot. De robot is een systeem die ontwikkeld is bij de Universiteit Twente. Het is een vogel die niet te onderscheiden is tussen een echte vogel of een robotvogel. Maar waar zijn eigenlijk robotdieren goed voor? Wat is de nut? Wat hebben we eraan? Nou, het punt is dat als we natuur kijken, kunnen we altijd van de natuur wat leren. Dit heet biomimetica. We kunnen dingen observeren van de natuur en kijken wat eigenlijk in miljoenen jaren evolutie is gebeurd. Er zijn bepaalde processen in de natuur die zijn geoptimaliseerd door evolutie, jaar in jaar uit, voor miljoenen jaren. En natuurlijk voor die speciale doeleinden kunnen we dat heel veel van leren voor de robotica. En ik wil eerst beginnen in de lucht, weer met de robot. Hoe werkt dit? Ten eerste, hoe is het ontstaan? Eigenlijk in 20 jaren heeft iemand gekeken hoe de valken vliegen. En hij heeft geprobeerd om de beweging van valken na te doen. En na 20 jaar is dat uiteindelijk gelukt. Door middels van een bepaalde hoek van de vleugel is die vogel in staat om op te stijgen en de zwaartekracht te compenseren. Als de vleugel parallel zijn met de grond, gebeurt helemaal niets. Maar als de hoek ietsje hoger wordt, ietsje groter wordt, dus dat heet de angle of attack, dan door middels van een voorwaartse beweging krijg je een lift, krijg je een kracht die kan compenseren, de zwaartekracht kan compenseren. Maar ja, in zo'n vogel heb je niet de situatie van een turbine. Er is geen turbine hier. Hoe werkt dat? Nou, in zo'n situatie, en dat is hoe vogels functioneren, moet je in staat te zijn om die kracht, die snelheid te bouwen dankzij de beweging van de vleugels. Maar ja, als je dan de vleugel op en neer flappert en je verandert de hoek niet, krijg je hetzelfde kracht naar beneden en omhoog. En dan ben je niet in staat om de snelheid, om de kracht, de thrust te genereren die eigenlijk mogelijk maakt om de zwaartekracht te compenseren. Dus je moet iets bouwen die in staat is om op en neer te gaan en tegelijkertijd de hoek te veranderen. Zodat als je naar beneden gaat, lift krijgt. En als je omhoog gaat, de angle of attack minimaliseert. Zodat de drag, de kracht die tegenwerkt, geminimaliseerd wordt. En dit is exact wat hier gebeurt. Wat er gebeurt hier, zijn hier twee pins. Hier die dan op en neer bewegen. Maar terwijl die op en neer bewegen, die twee pins hebben een faseverschuiving. Dus de ene loopt ietsje achter ten opzichte van de andere. Zodat je inderdaad in een flapperende beweging krijg je ook een verandering van de hoek, van die angle of attack. En nog iets belangrijk is de flexibiliteit hier van de vleugel. Zonder deze flexibiliteit zou aerodynamisch niet mogelijk zijn om te vliegen. Wat we ook zien, is dat dit is in staat om zichzelf te stabiliseren. We kunnen het ook laten flapperen. En terwijl die vliegt, terwijl die vliegt, is in staat om de spoiler te regelen, zodat zodat in staat is om autonoom recht te blijven vliegen. Dit is ook te zien. Als dit doet, dit wordt automatisch geregeld. Maar wat hebben we hieraan? Nou, jullie weten dat misschien dat bij luchthaven worden miljoenen euro's geïnvesteerd om te voorkomen dan vogels, niet vogels zoals deze, echte vogels, in de turbine van vliegtuigen invliegen.
Waarom? Want als dat gebeurt, je hebt echt een probleem. En er zijn heel veel ongelukken gebeurd waar vliegtuigen zijn neergestort dankzij het feit dat vogels ingevlogen zijn in de turbine. En wat de luchthaven doen, investeren miljoenen euro. En wat ze doen, ze proberen dan de vogels weg te jagen met licht om harde geluiden. Maar dat werkt niet altijd. Omdat vogels zijn niet zo slim als mensen, maar zijn redelijk slim. Dus na een tijdje, als ze zien dat een knal gebeurt en er gebeurt eigenlijk niets. Volgende keer horen ze nog een keer. Na een paar keer blijven ze gewoon zitten of ze gaan eventjes weg. En als de klank geweest is, komen ze terug. Terwijl in zo'n situatie, het is zo laag geprogrammeerd in de neuronen van de vogels, die als een andere vogel die zo eruit ziet tegen hun komt, direct weg moeten vliegen. En ik wil een voorbeeld geven daarover. Dat als ik dan gewoon hier ben aan het praten, op een bepaald moment, doe je dit! Jullie zijn van geschrokken. Waarom? Dat is exact dat. Het is geprogrammeerd in jullie hersenen dat een reactie ontstaat wat jullie willen vluchten. Omdat in die manier ben je agressief geweest. En dat is exact wat er gebeurt in de beweging van een vogel. En natuurlijk, dit is een prachtige manier om vogels weg te jagen. In een natuurlijke manier door gebruik te maken van eigenlijk hun reactie aan andere aanvallingen. Maar voordat, het is een hele leuke verhaal, maar werkt dit eigenlijk? Omdat ik heb gewoon even in mijn handen gehouden. Maar werkt dat echt in het echte? Nou, ik wil een video laten zien om jullie te overtuigen dat iets heel bijzonders is. Dit is die vogel. En je kan het echt niet onderscheiden met een echte vogel. Wat het ook kan doen, kan glijden. Hij is in staat om te glijden. En dat is heel handig, omdat als de wind in de goede richting is, kan hij natuurlijk de energie van de wind gebruiken om weer op te gaan stijgen. Die heeft een andere kleur dan wat hij nu in de studio hebben, maar het is eigenlijk exact dezelfde vogel. Die vogel kan vliegen tot een snelheid van 80 km per uur. En hij is in staat om te vliegen als de wind zo hoog is als 5 Beaufort wind. Dus als een heel sterke wind is die in staat om te vliegen. Nou, er is geen enkele andere vogel, robotisch vogel in de wereld, dat kan doen. En wat willen we in de toekomst doen met die vogel? Nou, we willen een beter design hebben. Wat er nu gebeurt, jullie hebben het gezien, ik ben in staat om te regelen door de spoilers op de vleugel. Wat eigenlijk in de toekomst zou willen is, die ook door asymmetrisch te flapperen in staat zou zijn om te sturen. Dat is één ding. Een betere, efficiëntere manier om te bewegen. Een betere stabilisatie. Maar wat ik het allerleuke zou vinden is als een soaring mogelijk zou zijn. Wat is dat? Dat is wat echte vogels doen. Die zijn in staat om te schatten waar de wind vandaan komt. En op basis daarvan een planning te maken van de vlucht om een bepaalde positie te bereiken. Dus wat ze doen, ze nemen energie van de omgeving. Een degelijke vogel is in staat om 10, 15 minuten in full flapping, door te flappen, te vliegen. En dan is de batterij leeg. Maar als we in staat zijn om de windenergie te vangen, door bijvoorbeeld sensoren in te bouwen die de snelheid van de wind kunnen meten, en de vogel te laten vliegen zodat hij in staat is om te voelen waar de wind vandaan komt, dan hebben we iets heel, heel bijzonders. Nou, ik wil nu gaan naar de grond. En we kunnen natuurlijk veel leren van de natuur. We hebben auto's en auto's hebben wielen. We hebben niet veel dieren met wielen rondlopen. Ja, en waarom is het zo? Nou, benen zijn heel bijzonder, omdat ze in staat, dankzij bewegen met benen, kunnen we bijvoorbeeld trappen op en neer lopen. We zijn in staat om zeer onregelmatige terreinen, te lopen. Als we stenen in het water hebben, kunnen we gewoon lopen op die stenen. En zoiets kan je natuurlijk niet met wielen doen. Dus benen is een uitstekende manier om voor te bewegen. En wat we hier zien, is iets dat we kunnen bouwen door te kijken aan een van de beste dieren die er bestaan, de mens namelijk. En dankzij dat zijn we in staat om een prothese te ontwikkelen die dan voor mensen gebruikt kan worden die geamputeerd zijn, boven de knie. Dat heet transfemoraal geamputeerd.
Ik wil even de ideeën laten zien hoe dit werkt. Namelijk als we lopen, hebben we de zwaaifase, de onderbeen slingert. En dit is kinetische energie die normaal gesproken in een andere prothese wordt gewoon geremd en gedissipeerd. Wat we hier doen, is we slaan die energie op in een veer en dan gebruiken we daarna die energie juist om weer de volgende stap te doen. Wij lopen door vallen en opstaan. We gaan een stapje doen, we vallen erop en dan gebruiken we onze kuiten om weer de potentiële energie op te tillen en weer te vallen. En dit is exact wat er hier gebeurt. Als ik dan de onderbeen zwaai, dan wordt de kinetische energie opgeslagen in deze veer. Dat gaat zo. Nu heb ik de energie hier in de veer. En dan ga ik met mijn been, met de hak, ga ik in de grond in. Als ik dat doe, ga ik rollen op de voet. En kijken wat er hier gebeurt. Door het veranderen van deze haakpunt naar achter, ben ik nu in staat die energie die opgeslagen heb te gebruiken om weer de volgende stap te doen. Maar ja, dit is één voorbeeld van. Maar wat is het mooier dat de snelste dier die op aarde is na te doen in robotica? Maar voordat we daar komen wil ik iets anders laten zien. En dit is een robot spin. Hij is wakker geworden. Het is handig, hè? Robots kan je aan- en uitschakelen als ze irritant worden. Maar wat er natuurlijk iets nog bijzonder is dan zo'n robot, is echt de snelste lopende dier op aarde na te doen. En dat is een cheetah. Een cheetah is een onmerkelijk dier. Het is de snelste lopende dier die bestaat. Kan rennen tot 120 km per uur, zijn metingen gedaan. Het is echt een pracht van de natuur. En wat het nog leuker is dat hij doet het redelijk energie-efficiënt. Hoe doet hij dat? Nou, het werkt namelijk zo, het is in staat om energie in de beweging van de oscillatie van de benen te vertalen in een voorwaartse beweging. En hij doet dat ook met de rug. De benen oscilleren, trillen op en neer. En de rug is zodanig, die beweging worden automatisch als voorwaarde beweging vertaald. En wat ik wil jullie laten zien, is een voorbeeld hoe dat gaat. Wat hier gebeurt, is met een kleine pulsen energie wordt het been in oscillatie gebracht. En als we dit koppelen met een andere voor- en achterbenen en doen een rug, zijn we in staat om energie door oscillatie in het systeem te pompen. En misschien zijn we in staat een dag om zoiets te bouwen. Nu wil ik even over hebben over water. En om daarmee te beginnen wil ik een robot laten zien die gebruikt is om de verdwenen Malaysian Airlines in de Indische Oceaan op te sporen. Dit is een hele grote robot, een heel duur, een paar miljoen euro's. Hij is in staat om onder water autonoom te navigeren en meet waar als we dingen zijn. Maar wat is het probleem hier? Het probleem is dat die robot moet ook kunnen communiceren met de oppervlakte. En hoe kan ik dat doen? Nou, er is een probleem onder water. Elektromagnetische golven kunnen niet gebruikt worden. Dus ik kan geen radiosignalen versturen. Dus hoe doet hij dat? Hij doet het met geluid. Door middel van geluid kan hij communiceren. Maar het probleem is, hij heeft een propeller en een propeller maakt heel veel lawaai. Dus het is een stooreffect voor het geluid die gebruikt wordt om met de oppervlakte te communiceren. Dus wat we kunnen doen, is we kunnen dan laten inspireren ons door de natuur weer. En we kunnen kijken wat dieren doen. Als we in staat zijn om een robot te maken die als een vis eruit ziet,
Zoals bijvoorbeeld deze. Kunnen we voorbewegen in het water zonder heel veel geluid veroorzaken. En daar hebben we voordelen in communicatie met de oppervlakte. Dus van de natuur kunnen we heel veel leren en we zullen altijd heel veel leren. En ik wil met jullie volgende keer even kijken als ze iets aan de robot kunnen hebben voor de zorg voor onszelf. Bedankt voor jullie aandacht.